Heb je eigenlijk altijd al voor panda's willen zorgen? God, dat is nu niet een job waarvan je zegt, hè, als je klein bent, ik wil voor panda's zorgen. Want die dieren zijn zo zeldzaam. Maar ik heb wel altijd al in een dierentuin willen werken. Dat was mijn droom van toen ik nog zo groot was. Zo groot als u eigenlijk. Ja, dus iets groter. Hè. En sindsdien wil ik altijd zo dierenarts worden. Tim Bouts mag zich de dierenarts van het jaar noemen. En daar is hij best trots op. Zeker omdat er zo weinig dierentuinen zijn die panda's hebben. Ik vind het wel een hele schattige. Dat is het jongetje. Dat is het jongetje. Die heet Boudi, broertje van Tian Bao. Tian Bao was onze eerste panda hier. En kijk, en hier is het meisje. Dat is Bao Mei, zusje van Tian Bao. Wat is er voor jou eigenlijk zo belangrijk aan die titel? Goh, het is toch wel ergens een soort van erkenning. Hè? Maar het is natuurlijk niet alleen een erkenning voor mij. Oké, mijn naam staat er wel op, maar het is een erkenning voor een geweldig team dat we hier hebben. Hè? Dus we hebben ook het derde beste panda-team ter wereld. Daar hebben we vandaag ook voor gekozen. En we hebben de schattigste babytjes ter wereld. Die zijn ook verkozen vandaag als schattigste babytjes ter wereld. Tim krijgt de prijs vooral omdat hij ervoor gezorgd heeft dat de mama van de babypanda's zwanger is geworden. Hoe moeilijk is het eigenlijk om voor een panda zwanger te raken? Voor een panda zwanger raken is heel erg moeilijk, omdat die maar één dag per jaar eigenlijk een kindje kunnen krijgen. En dus wij moeten ervoor zorgen, hè, dat we die juiste dag vinden. Want als we die missen, moeten we weer een jaar wachten. En dat is eigenlijk het allermoeilijkste om deze kleine dotjes te maken. Panda's zijn een bedreigde diersoort. Over heel de wereld zijn er nog maar 1800 panda's in het wild. Hallo, de video heb je al bekeken? Dikke merci en nu de video nog liken. Ja, daar beneden zo. Ja, en hier vind je nog veel meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.